Luister naar Ed Lawrence, die ons in 3 punten zijn opvatting over de chaos verduidelijkt. Als 1 slag van de vleugels van een vlinder een orkaan kan veroorzaken, dan kan dit ook door een slag net daarvoor of net daarna, of door het slaan van de vleugels van miljoenen andere vlinders. Om niet te spreken over de activiteiten van ontelbare sterkere wezens, in het bijzonder die van de menselijke soort. We hebben al gezien dat dit eerste punt goed bekend is bij het grote publiek. Als het slaan van de vleugels van een vlinder een orkaan kan veroorzaken, dan kan hij dit net zo goed voorkomen. Natuurlijk. Maar het derde punt is het belangrijkste, en het is dat werk bezorgt aan de wetenschappers. Meer in het algemeen ben ik van oordeel dat door de jaren heen kleine veranderingen geen invloed hebben op de frequentie van weersomstandigheden zoals orkanen. Het enige wat we kunnen doen is de volgorde veranderen waarin deze gebeurtenissen zich voordoen. Terug naar het model van Lorentz. Herinner je dat elk punt in de ruimte een toestand van de atmosfeer voorstelt? In sommige gebieden is het mooi weer en in andere woedt er een orkaan. Veronderstel dat het gebied dat overeenkomt met een orkaan deze kleine bol is. We nemen een begintoestand en volgen zijn baan. Nu en dan komt er een orkaan voor, telkens wanneer de baan door de bol passeert. We meten welke fractie van de tijd tussen 0 en t er een orkaan woedt. Het blijkt moeilijk te raden op welke precieze tijdstippen de baan door de bol zal gaan. Maar we merken op dat het deel van de tijd dat de baan zich in de bol bevindt, convergeert naar een limiet als t naar oneindig gaat. Hier gedurende ongeveer 5,1% van de tijd. Nu nemen we een andere begintoestand en doen dezelfde berekening. We zien weer dat de gemiddelde tijd binnen de bol naar een limiet gaat. Maar wat een verrassing! We stellen vast dat deze limiet dezelfde is als voorheen, namelijk 5,1%. We proberen nog een andere baan. Het werkt. We krijgen dezelfde limiet. En toch zijn de banen zeer verschillend en gevoelig voor de beginvoorwaarden en voor het slaan van de vleugels van de vlinder. We plaatsen nog een bol in het roze en een derde een groene. Misschien periodes van hittegolven of sneeuw. Terwijl een baan zijn weg verder zet, doorkruist ze de bollen in een bepaalde volgorde. Om te zien wat er gebeurt, nemen we 3 banen vanuit 3 begintoestanden. Kijk, de toestanden orkaan, sneeuw, hittegolf volgen elkaar op in een onbegrijpelijke volgorde, verschillend voor elke baan. Onmogelijk te begrijpen. Maar de verhoudingen van geel, groen en roze convergeren snel naar dezelfde limiet. Hier 5,10, 14,03 en 7,40%. Het is alsof we op een willekeurige manier gele, groene of roze ballen uit een hoed nemen, maar met goed gedefinieerde waarschijnlijkheden. Luister opnieuw naar Lorentz. De frequentie van weersomstandigheden zoals orkanen wordt niet verhoogd of verminderd door kleine veranderingen.
Het enige wat ze kunnen doen, is de volgorde veranderen waarin deze gebeurtenissen zich voordoen. Dit is een wetenschappelijke uitspraak. Het doel van de voorspelling is veranderd. Het gaat nu over het voorspellen van gemiddelden, statistieken en waarschijnlijkheden. Het idee is dat deze statistieken misschien ongevoelig zijn voor de beginvoorwaarden. De Braziliaanse vlinders kunnen er niets aan veranderen. Deze onbewezen hypothese, het tegelijk optreden van meteorologische chaos, waarbij de toekomst gevoelig is aan de beginvoorwaarden, met statistische stabiliteit, ongevoelig voor de beginvoorwaarden, die hypothese werd pas een hele tijd later wiskundig geformuleerd. Lawrence was waarschijnlijk een beetje beschaamd over de, zacht uitgedrukt, simplistische theoretische kant van zijn atmosfeer in drie dimensies. Met de hulp van twee natuurkundigen, Howard en Marcus, ontwikkelde hij een echt fysisch systeem, ook al is ook dat nog steeds simplistisch en ver verwijderd van echte weerfenomenen. Hier is een molen. Hij bestaat uit een wiel waar rond emmers opgehangen zijn. Uiteraard hebben de emmers een opening in de bodem en kan het water eruit stromen, des te sneller naarmate er meer water in de emmer zit. We zetten bovenaan een kraan open en bekijken de beweging. De molen draait soms naar rechts, soms naar links, en we lijken totaal niet in staat om te voorspellen welke kant hij zal opgaan over enkele seconden. De beweging lijkt volledig grillig, onvoorspelbaar, chaotisch. Is er trouwens een verband tussen de molen en de Lorentz-attractor? Kies drie getallen om de molen te beschrijven. Bijvoorbeeld de hoeksnelheid en de twee coördinaten van zijn zwaartepunt. De evolutie van deze getallen vormt een gele kromme in de ruimte. Ongelooflijk niet? Onze molen beweegt als een vlinder. We gaan nu haast onmerkbaar de beginpositie veranderen. In het begin zijn alle emmers leeg en het linkerwiel is 2 graden gedraaid, terwijl het rechterwiel 1,9996 graden gedraaid is. We hebben een microscoop nodig om het verschil te zien. Ja, we zien heel goed de gevoelige afhankelijkheid van de beginvoorwaarden. Na een tijdje gedragen de twee molens zich totaal verschillend. Laten we eens kijken of de molen ook voldoet aan de statistische bewering van Lorentz. Onze twee molens vertrekken van nagenoeg dezelfde stand. We meten hun snelheid, bijvoorbeeld 25 keer per seconde, gedurende 5000 seconden, dus 125.000 waarnemingen. Bij iedere waarneming noteren we de draaisnelheid van het wiel. Een eerste eenvoudig idee is om een kleine statistiek te maken.
We tekenen een staafdiagram om de verdeling te tonen. We nemen 35 gelijke intervallen en we tellen het aantal keer dat de snelheid van de molen in elk van deze intervallen ligt. Hier is het resultaat. Sommige intervallen lijken meer te worden bezocht dan andere. Onze twee molens gedragen zich erg verschillend. Er is gevoelige afhankelijkheid van de beginvoorwaarden. Maar we stellen vast dat de twee reeksen van verschillende gegevens statistisch identiek zijn. De staafdiagrammen lijken meer en meer op elkaar. Het werkt. Lawrence lijkt gelijk te hebben. Als de statistiek van de toekomst van een baan ongevoelig is voor de beginvoorwaarden, dan zeggen we dat de dynamiek een maat van Sinai-Ruel-Bowen heeft, een SRB-maat. Het doel van de weerman is dan om deze statistieken te bepalen. Laten we bijvoorbeeld de evolutie van de temperatuur in de tijd bekijken, één van de coördinaten in de vergelijking van Lorentz. We tekenen weer een staafdiagram, zoals we deden voor de molen. Voor elk temperatuursinterval noteren we het aandeel van de waarnemingen die binnen dit interval liggen. Zelfs als we vier heel verschillende banen bekijken, dan lijken de staafdiagrammen toch hoe langer hoe meer op elkaar. De Lorentz attractor heeft een SRB-maat. Het is alsof de temperatuur willekeurig verandert. Maar toch met zeer specifieke waarschijnlijkheden. Maar er is nog veel te doen op het vlak van de wiskunde en de fysica. We moeten deze waarschijnlijkheden, deze verdelingen kunnen vinden om iets nuttigs te kunnen zeggen. Hopelijk hebben we recht gedaan aan Lorentz, die niet alleen zei dat de toekomst sterk afhangt van het heden, dat hadden al velen voor hem gezegd, maar zijn verdienst is ook, en misschien vooral, dat hij getoond heeft dat een statistische aanpak van de wetenschap opnieuw een voorspellend karakter kan geven.